Ja, we gaan ons verdiepen in het evangelie van Marcus, een van de vier. Dat is woord van God en ik wil graag, omdat het God ons aanspreekt, er een begin maken met door eerst een gebed te spreken. Hij richt zich tot ons, wij mogen ons tot hem richten. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader, gij hebt uw hart voor ons geopend en alles waarvan gij leeft, uw eigen zoon, hebt gij ons gegeven. Hij heeft tot mensen gesproken, hij heeft zijn leven met ons gedeeld en heeft mensen geroepen om hem te volgen. Wij willen zijn leerlingen zijn, wij willen luisteren naar zijn woorden, naar de woorden die van u komen. Wij vragen u, verlicht ons verstand en verwarm ons hart, dat het woord dat van u komt, daar een vruchtbare bodem vindt en vruchten mag dragen. En we willen bidden met de woorden die uw Zoon ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Waar moet je beginnen als je over het evangelie wil spreken met elkaar? Heel eenvoudig, bij hoofdstuk 1, vers 1. Dat is het allerbeste om het gewoon te gaan lezen. Maar het is niet gisteren geschreven. Het komt uit een andere tijd, van een andere plaats, een andere cultuur. En er is best ook iets over het evangelie te zeggen, nog voordat je het leest. Ik wil dat een beetje beperkt houden. Maar tegelijkertijd, zeker aan het begin, kun je er niet helemaal omheen. Dus ik ga u eerst meenemen met een kleine inleiding op wat is dat evangelie van Marcus, waar komt het vandaan, wat is er zo bijzonder aan en wat betekent dat voor ons als we het nu gaan lezen. Ik heb daar een paar kleine presentaties bij die u hier kunt volgen. En ik ga uit van een vraag die bijna zo oud is als het evangelie zelf. Mensen hebben dat altijd gevraagd. Is het waar wat daar staat? Is dat echt zo? En als je de meerderheid moet geloven, dan zitten hier, mij inclusief, redelijk domme mensen. Want heel veel denken dat het niet waar is. En met name blijven mensen gemakkelijk haken als er in het evangelie een wonder verteld wordt. Dat kan niet, zeggen ze dan, bij voorbaat al. Ik wil u meenemen aan de hand van dat gevoel, wat in onze tijd heel sterk is, dat het niet waar zou zijn, om het wat preciezer in beeld te krijgen. Ik noem dat maar de historiciteit van het evangelie, dat het werkelijk betrouwbare, historische informatie bevat. Wat kun je daarvan zeggen? Goed, mensen zeggen dus, wonderen bestaan niet, dus het zal wel een vervalsing zijn. Is dat zo? Als je gaat lezen in de evangelies, en dan kies ik nu even het evangelie van Lucas, helemaal aan het begin. Wat zegt hij van zichzelf, van zijn geschrift? Dan zegt hij, vandaar dat ook ik besloot, na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht, voor u, ons lezers, een ordelijk verslag te schrijven. Met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. Ik heb een woordje een andere kleur gegeven. Ordelijk verslag, u ziet het op de muur. Dat is het woord dat de evangelist kiest om aan te duiden
wat hij eigenlijk wil doen met het evangelie. Hij beschouwt het als een ordelijk verslag. Een verslag met een orde. Maar welke ordening zit er dan in? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, het woord dat hij gebruikt, dat vertalen wij met een ordelijk verslag. Maar heel letterlijk staat er een bijwoord in het Grieks katexes. Kata hexes. Volgens ordening. Ik zal ordelijk schrijven, zegt Lucas. Ordelijk schrijven. Als u dat woord zou gebruiken, als wij het gebruiken, ik ga het ordelijk vertellen. Wat bedoelen we dan? Dan bedoelen we toch dat we de waarheid volgen. Een ordelijk verslag. Nou is het zo dat dat woord wat hij gebruikt een tamelijk zeldzaam woord is. In het hele Nieuwe Testament, dan heb ik niet alleen de evangelies, maar ook de brieven, de Apocalyps, de handelingen, alles, het hele Nieuwe Testament, komt dit woord maar 2 keer voor, katexes. En dat staat ook in de handelingen, hoofdstuk 11, vers 4. En het is Petrus die spreekt tot de mensen in Jeruzalem. Petrus is op reis geweest en hij komt terug en dan vertelt hij over zijn belevenis. En daar staat er, hij begon een geregeld verslag te geven. Daar staat exact hetzelfde woord. Hij begon geregeld te vertellen, ordelijk te vertellen. Wat gaat hij dan zeggen? Nou, daar hebben we een kans, want in hoofdstuk 11, het rechtse blokje, in Jeruzalem, vertelt Petrus voor de mensen die daar wonen en zijn, wat hem overkomen is in hoofdstuk 10, toen hij in Joppe was en waar de mensen wel iets van gehoord hebben, maar wat ze niet precies weten. En ze hebben er vragen over. Want Petrus is in het huis van een heiden geweest. En als Jood, in die cultuur, in die tijd, doe je dat niet. En heeft het wel gedaan. Daar hebben ze vragen over. Nou, in hoofdstuk 10 is het uitvoerig beschreven, stap voor stap, wat er gebeurde. En als we dan in 11 komen, dan staat er in vers 4, nu begon Petrus een geregeld, een ordelijk verslag te geven. Dan verwachten wij toch dat hoofdstuk 11 hetzelfde zegt als hoofdstuk 10. Dat verwacht je. En dat is in grote lijnen ook wel zo. Alleen, het staat niet in dezelfde volgorde. Sommige dingen draait hij om. Noemt hij eerst en dan de andere daarna. Waarom? Ja, het zijn nou eenmaal de mensen van Jeruzalem die een bepaald begrip hebben en daar sluit hij bij aan. Dus hij vertelt een ordelijk verslag, daar zit een ordening in. Maar die ordening, dat betekent niet precies de chronologische orde, de volgorde. Die is niet volgens de tijd, maar volgens een bepaald doel. Hij wil iets duidelijk maken. En dan moeten we weer even terugdenken aan wat... Oh nee, ik ben te snel. Aan wat Lucas schreef. Vandaar dat ook ik besloot, na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht, voor u een ordelijk verslag te schrijven met de bedoeling. Hij zegt helemaal niet dat hij, ik zal maar zeggen, als een journalist stap voor stap vertelt wat er gebeurd is. Het evangelie is geen journaal. Het is geen krantenartikel. Maar betekent dat dat het daarom niet historisch betrouwbaar is? Dat is het wel. Alleen de dingen die hij vertelt, de evangelist, staan soms in een andere volgorde, omdat hij er een doel mee heeft. En wat is het doel? U te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. Dat is de bedoeling. Hij wil iets duidelijk maken. En al de dingen die hij weet,
uit het leven van Jezus, alles wat hij zich zelf kan herinneren of anderen hem verteld hebben, al die feiten uit de geschiedenis, waar talloze getuigen van zijn in de eerste eeuw, al die feiten verzamelt hij en daarmee schrijft hij zijn evangelie. Hoe gaat dat dan in zijn werk? En wat ik u nu vertel, het geldt niet alleen voor Lucas, de schrijver van het Lucas-evangelie en de handelingen. Het geldt ook voor de andere evangelisten, voor Marcus, Matthäus en Johannes. Die wisten allemaal wat er gebeurd was. En een aantal van hun, Matthäus en Johannes, hebben het met eigen ogen gezien, voor het grootste deel. Marcus niet. Marcus was een vriend en een helper van Petrus. Eerst van Paulus, later van Petrus. En heeft het uit die hoek allemaal gehoord. En Lucas was ook een helper van Paulus. En heeft het dus van die kant gehoord. Maar Johannes en Matthäus hebben het gewoon meegemaakt. Ze weten het. Maar als ze het doorgeven, komt er een ordelijk verslag. Maar de ordening is niet om alleen maar feitjes te vertellen, maar de betekenis ervan. Daar ga ik u iets meer over vertellen. In het jaar 1964, dat is al even geleden, en die het meegemaakt hebben zullen nog weten dat dat midden in een belangrijke gebeurtenis viel, belangrijk voor onze kerk. Is er iemand die het weet? Heel goed, Tweede Vaticaans Concilie, 1963-1965. Dit was in het midden. In 1964 had niemand zo'n aandacht voor dit document, Sancta Mater Ecclesia. Alle aandacht ging naar het Tweede Vaticaans Concilie. Maar het is toen wel klaargekomen. Het was al voor het concilie begonnen en in 1964 kwam het klaar. Een document wat opgesteld is door mensen vanuit de kerk in opdracht van de paus, om op die vragen van wat is nou historisch en wat niet, om daar een antwoord op te geven. De leider van die groep was destijds kardinaal Bea. Misschien dat die naam voor de een of andere van u nog wat zegt. Er werd dus een document geschreven en dat de beginwoorden zijn Sancta Mater Ecclesia, de Heilige Moeder de Kerk. In dat document wordt verteld hoe de evangelies ontstaan zijn. En dan zijn er drie momenten die onderscheiden worden. Er is ten eerste de feiten. Het leven van Jezus, het openbare leven. Wat mensen gezien hebben. Het is zoals de evangelist Johannes later in een brief schrijft. Wat wij gezien hebben. Wat we gehoord hebben. Wat onze handen hebben aangeraakt. Dat verkondigen wij u. Het woord dat leven is. Eerste Johannesbrief. Hij heeft het gezien. Die feiten, die bestrijken ongeveer 3 jaar. En als je terugrekent, is in de jaartelling dat ongeveer het jaar 28 tot het jaar 30. Misschien dat u denkt van, ja maar, Jezus was toch van 30 tot 33 publieke leven? Dat klopt. Maar we hebben ontdekt dat er in de middeleeuwen een fout is gemaakt bij de overgang van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. En ook zijn er op een eerder moment al fouten gemaakt. En dat alles heeft ertoe geleid dat het jaar nul eigenlijk iets eerder is. Het stoort niet, want het geldt voor iedereen hetzelfde, maar men wist dat en men heeft het dus ook hier aangepast. 3 jaar. Het openbare leven van Jezus, waarin mensen zoals u en ik hem gewoon met de ogen zagen en hoorden. 3 jaar lang feiten. Dat is het eerste. Het tweede is, na de hemelvaart, na de uitstorting van de Heilige Geest, werd er over Jezus gesproken. Allereerst door zijn leerlingen, want die heeft hij erop uitgestuurd. Het woord apostel komt van het Griekse woord apostellein en dat betekent uitzenden. Jezus heeft hun gekozen met een doel om ze te kunnen uitzenden
om te kunnen spreken over waarvan ze getuigen waren. Dus er wordt mondeling overgeleverd wat er gebeurd is. Dat is een periode van ruim 30 jaar. En eigenlijk wordt aangenomen dat er in die tijd al stukjes op papier werden gezet. Hoogstwaarschijnlijk waren er al bijvoorbeeld lijsten met uitspraken van Jezus, om ze niet te vergeten. We hebben er nooit teruggevonden, we weten het niet, maar dat vermoeden we. Dat is de tweede fase, mondelinge overlevering. En dan de derde, het wordt neergeschreven. Wanneer gebeurt dat? Tussen het jaar 65 en het jaar 95. 95 lijkt erg laat, maar de laatste is Johannes. Waarvan de hele traditie zegt dat hij heel jong was toen Jezus hem riep als apostel. En als je gaat rekenen, wat is jong? Nou, een jaar of 18, 20. Rond het jaar 30 zal hij dan 20 jaar zijn. Tel er 60 jaar bij, nou dan is hij 80, 85. Dat kan. Dan is het een oude man, maar een wijze en ervaren man als hij schrijft. Dus drie perioden waarin het ontstaan van het evangelie stappen doorzet. Eerst de feiten, dan wordt erover verteld, dan wordt het opgeschreven. Het gaat om die derde fase. Wat is er toen precies gebeurd? Twee dingen. Een selectie en een synthese. De schrijvers van de evangelies, ja, die hadden veel meer feiten ter beschikking dan ze konden gebruiken. Johannes in zijn evangelie, je kunt dat lezen op het einde, hoofdstuk 20 op het einde, die zegt, als ik alles moest opschrijven wat we weten, dan zou zelfs de hele wereld te klein zijn om de boeken te bevatten die dan nodig waren. Daarmee geeft hij aan, ja, ik kan niet alles opschrijven. Hij moet dus selecteren. Dat doen evangelisten. Ze selecteren uit de grote hoop gegevens die ze hebben, en ze weten veel, selecteren ze bepaalde dingen en die gebruiken ze om het evangelie te schrijven. Nou, die punten die ze selecteren, die zijn grotendeels hetzelfde bij hun, maar niet allemaal. Er staan dingen in het evangelie van Lucas bijvoorbeeld, die Marcus niet heeft. En omgekeerd. En Johannes heeft weer andere dingen genoemd die de andere drie niet hebben. Ieder heeft zijn eigen insteek. Maar in grote delen komen ze overeen. Ze maken met de selectie van de gegevens een verhaal, een synthese. Nu komt het. Stel je voor, elk feit is een kraal. Mooie gekleurde kralen. En je moet er een synthese van maken. Dat wil zeggen, je moet ze aan een draad rijgen. In welke volgorde doe je dat? Dat is de keuze van de evangelist. De een zal zeggen, nou, ik kies deze volgorde, want dan ontstaat er een mooi patroon en dan begrijpt iedereen wat ik bedoel. Een ander zal zeggen, ja, maar weet je, deze dingen die zijn ongeveer hetzelfde, die horen een beetje bij elkaar. Dus die zet ik achter elkaar. Ik krijg een ander patroon. Elke evangelist maakt zijn eigen synthese van de feiten die ze geselecteerd hebben. Daarmee zijn ze niet minder waar, niet minder historisch, maar de ordelijke verslag is toch steeds iets anders. Ze kiezen hun eigen manier om die feiten aan ons door te geven. En nou komt het er dus op aan dat wij het ook zo lezen. En dat kost best moeite. Wij leven in een tijd die helemaal doordrenkt is van, ik noem het maar, natuurwetenschappelijk denken. En een tijd die helemaal doordrenkt is met historisch bewustzijn. En in ons denken, als beter gezegd ons niet denken, spontaan,
nemen wij aan dat de dingen die we lezen, als beweerd wordt dat het historisch is, dat het ook zo in die volgorde gebeurd is. Dat is niet de bedoeling van de evangelies. Ze worden geschreven met een ander doel. Het is niet chronologie. Iemand heeft een mooi woord bedacht en die zegt, het is credologie. Daar zit een logica in, maar die komt uit het geloof. Wij hebben dit meegemaakt en we zijn tot de conclusie gekomen, dat geven we jullie door. Dit zijn de feiten die ons overtuigd hebben. Dat is de ordening die erin zit. Dat wordt ons aangereikt in de evangelies. En zo komt het dat je bij het ene evangelie dit leest en bij het andere evangelie dat. En dan denk je, ja maar het kan toch niet alle twee waar zijn? Ik geef u een voorbeeld. U kent allemaal dat moment, het wordt beschreven in alle evangelies, dat Jezus in de tempel in Jeruzalem komt. En dan gebeurt er iets, daar kun je je fantasie prachtig bij gebruiken. Dan maakt hij een zweep van touwen en dan jaagt hij de kooplieden uit de tempel, zo staat er. En al de offerdieren en de geldwisselen, alles moet eruit. Het huis van mijn vader is een huis van gebed, zegt Jezus. Je ziet het gebeuren, je ziet die beestjes dwarrelen, je ziet het gewoon. Wanneer is dat gebeurd? Als je gaat lezen in het evangelie van Marcus, wat wij gaan doen, dan komt dat redelijk ver aan het einde. Eigenlijk die laatste keer dat Jezus in Jeruzalem is en die eindigt met zijn arrestatie en zijn ter dood veroordeling en kruisiging. Helemaal op het einde. Maar lees je het evangelie van Johannes, dan is het ongeveer het eerste wat er gebeurt in het evangelie. En dan vraag je je af, ja maar wanneer is het nu echt gebeurd? Elke evangelist heeft er een bedoeling mee waarom die het hier vertelt. Het feit, dat is een historisch feit. Maar in welke plek hij in het evangelie dat vertelt, dat is zijn keuze, omdat hij een doel heeft. En wat wij gaan doen, u en ik, dat is lezen. Niet alleen om die teksten beter te kennen, maar ook die rode draad die erin zit. Waarom het ene met het andere, in welke volgorde het staat. Er zit een betekenis achter. En die proberen we eruit te halen. Wat doet het eigenlijk? Wat zegt het eigenlijk? Er zit dus een diepte in het evangelie die verder gaat dan alleen maar de feitjes. En daar proberen we in deze serie wat verder op in te gaan. Lucas schreef dus echt met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. De leer waarin gij onderwezen zijt. Lucas gaat ervan uit dat de mensen die het evangelie van hem gaan lezen de meeste feiten al kennen. En misschien nog wel meer kennen dan hij schrijft. Maar zijn bedoeling is niet om het allemaal te herhalen, maar om de betrouwbaarheid ervan te laten zien. Iets heel anders. Dat dus over het evangelie, een ordelijk verslag. Ook Marcus. Die heeft zo'n ordening. Daar gaan we naar kijken. Terwijl u nog even naar deze vage wolk kijkt, lees ik het eerste vers. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Marcus hoofdstuk 1 vers 1. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Het eerste woord is gewoon begin. Hoe simpel kan het zijn? Maar het roept wel de vraag op, waar begin je als je iets gaat vertellen over Jezus? Waarmee begin je? Daar wil ik even bij stilstaan. Voordat we verder gaan met vers 1, dit is een vraag. Stel dat een van ons, of wij allemaal,
geleefd hadden in die eerste eeuw, maar we hadden Jezus gezien en gehoord. Wat zou u nou als eerste vertellen aan iemand die Jezus niet kende? Wat is het eerste wat u zou zeggen? Belangrijkste. Nou, we zullen eens kijken hoe de evangelies dat doen. Want er zit een lijn in, dat kun je navolgen. We gaan even een lijn trekken. Dat is de tijd. En ergens is het jaar nul. Is die scherp genoeg? Het jaar nul. Het jaar van de geboorte. En natuurlijk hebben we het tweede jaar. Nee, dat is bijna niet te zien. Ik zal het dikker maken. Het jaar 33. Het jaar van zijn lijden, zijn sterven, verrijzen en hemelvaart. Dat is het leven van Jezus. Daar wordt dus over verteld. En dan wordt het opgeschreven. Wie is de eerste die iets over Jezus heeft opgeschreven? Wat denkt u? Maar dat hebben wij niet. Ik bedoel uit het Nieuwe Testament. Welk stukje van het Nieuwe Testament is het eerste? Paulus. De brieven van Paulus, die heeft hij al geschreven voordat de evangelisten schreven. Dat is de eerste. Paulus. Nauwelijks te zien, maar hij staat er. En wanneer was dat? Nou, Paulus die maakt wel eens vermelding van de mensen van zijn tijd. Doet hij in verschillende brieven, dus je kunt het een beetje traceren. Hij begon ongeveer te schrijven rond het jaar 50. En de oudste brief van het Nieuwe Testament is de brief aan de christenen van Thessalonica. De eerste brief aan de christenen van Thessalonica. Dat is het oudste stukje, rond het jaar 50. Daar, 50. De tweede die gaat schrijven, dat is Marcus. Laten we dus mee verder gaan. Maar die schrijft een beetje later, rond het jaar 70. Ik zeg overal bij plus minus, want zo exact kunnen we dat niet vastleggen. Maar toch is het een redelijk goede aanduiding. Er zijn ook redenen voor, die komen later. De derde, dat zijn Matthäus en Lucas. En die schrijven ongeveer gelijkertijd. Wanneer? Rond het jaar 80. En dan de laatste, dat kunt u raden, dat is Johannes en die schrijft rond het jaar 90. Wat zeggen deze mensen over Jezus? Waar beginnen ze mee? Wat is hun boodschap? Laten we eens gaan kijken. Marcus, helemaal aan het begin. Hoofdstuk 1. Dan zegt hij iets over Jezus. Wat zegt hij? Kunt u dat zien? Nou, het is slecht te lezen, zie ik. Gij zijt mijn zoon, in het rood. Dus helaas, de contrast is niet zo duidelijk. Gij zijt mijn zoon. En het is God die dat zegt. Dat is de kern. Jezus is de zoon van God. In die uitspraak, daarbij, hoort de Heilige Geest. Die wordt hier genoemd, de Geest. Ik heb het in groen gezet. En wat is het moment dat Marcus dit vertelt, waar hij het aan koppelt? Aan het moment dat Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. Onthoud dat. Hij is de zoon van God. Daar is de Heilige Geest bij betrokken. En dat weet Marcus vanaf het moment dat Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. Dat is Marcus. Dan gaan we naar Matthäus. Ook daar lees je, het kind onderaan in haar schoot is van de Heilige Geest. Het kind, de engel zegt dat. En hij heeft het over het kind van de Heilige Geest, het kind van God. Hij zegt eigenlijk hetzelfde. Jezus is zoon van God door de Heilige Geest. Dat helpt een beetje. En op welk moment vertelt Matthäus dat? Dat zijn die gele woorden. Dat is allemaal rond de geboorte van Jezus. Toen zijn moeder zwanger was, toen hij in haar schoot was, zeg maar rond het jaar nul. Op dat moment
verkondigt Matthäus al, Jezus is de Zoon van God. Gaan we naar de volgende. We pakken eerst Paulus, uit de Romeinenbrief een stukje. De Romeinenbrief is een beetje later, rond het jaar 57. Heel precies, het najaar van 57, en dat weten we, omdat hij over een reis schrijft, en die kunnen we precies vaststellen wanneer dat was. Zeg maar herfst, winter, 57, 58, die tijd. Wat zegt Paulus? Zoon van God. Zegt het heel duidelijk. En dat is door de Heilige Geest. En op welk moment zegt hij dat? Bij de opstanding uit de doden bleek dat. Dus nog even terughalen. Marcus zei het bij de doop van Jezus. Matthäus zei het bij de geboorte van Jezus. Paulus zegt het bij de verrijzenis van Jezus. Dan ga ik naar Lucas, dat is rond het jaar 80, nog later. Ook hij zegt, Zoon van God, door de Heilige Geest, wordt ook hier genoemd. Op welk moment? Toen hij ter wereld werd gebracht. Dus bij de geboorte. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als Matthäus. Dan gaan we nog eens even terug naar onze balk van de tijd. En we beginnen bij Paulus, want die is de eerste. Die zegt, Jezus is Zoon van God en dat koppelt hij aan de verrijzenis, aan het jaar 33. De volgende is Marcus en die koppelt de boodschap, Jezus is Zoon van God, aan de doop in de Jordaan. Dat is 3 jaar eerder, 3 jaar verder terug. Dan komen Matthäus en Lucas, die zeggen, Jezus is Zoon van God, maar die koppelen het aan de geboorte, nog verder terug. En dan als laatste, Johannes, ook hij zegt dat Jezus de Zoon van God is, maar hij zet het zelfs voor het begin van de tijd. Ik denk dat u dat openingsvers van Johannes kent. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1, 1. Nog voor de tijd was hij al Zoon van God. Wat betekent dit nou? Daar hebben ze een moeilijk woord voor bedacht. Christologische regressie. Regressie, dat hoor je vandaag de dag over de economie. Die gaat terug, die loopt terug. Want dat betekent het letterlijk, regressie, teruglopen. Maar het wordt hier in het verband van het Nieuwe Testament ook gebruikt. Zeggen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, de Christologie, dat gaat steeds verder terug in de tijd. Ze beginnen, Paulus begint, met de verrijzenis. Dan is het duidelijk. Ja maar, zegt Marcus, niet toen pas. Heel het openbare leven van Jezus, vanaf de doop, daar was al duidelijk dat hij de Zoon van God was. En als de tijd nog verder gaat, groeit het inzicht bij de leerlingen van Jezus. En Matthäus en Lucas zeggen, nou Zoon van God, dat was niet vanaf de doop. Heel zijn leven hier op aarde was duidelijk dat hij de Zoon van God was. En dat inzicht groeit verder. En men gaat nog verder terug. Johannes die zegt, Zoon van God, dat was die altijd. Maar voor het begin van de tijd. Vandaar teruggaan, terugloop, regressie. Dat zit dus een rode draad die door de evangelies, door het hele Nieuwe Testament heen loopt. Wij gaan kijken naar Marcus. En die zit ergens in dat schema. Als Marcus begint te vertellen over Jezus, dan kiest hij het moment van de doop van Jezus in de Jordaan. Daar begint hij mee. En natuurlijk betekent dat dat hij dan even over de doper iets moet zeggen. Komt er nog voor. En dan komt Jezus. We volgen dus in het Marcus-evangelie Jezus vanaf de doop in de Jordaan. Dus geen verhalen over herders en koningen bij de geboorte, dat heeft Marcus niet. Niet dat hij dat niet wist, maar hij heeft dat stukje informatie niet gekozen. Hij is begonnen hier. Dat vertelt Matthäus en Lucas ook, maar dat doen ze wat later. Marcus kiest dit moment. Als we dus in het evangelie van Marcus gaan lezen,
Dan hebben we een boek in handen. Het telt 16 hoofdstukken. In de middeleeuwen heeft men het keurig ingedeeld om het makkelijker te kunnen naar verwijzen. 16 hoofdstukken. En als je die leest, en ik raad u aan om dat een keer in één keer te doen. Niet stoppen, gewoon doorlezen. 2 uur hebt u nodig. Meer hebt u niet nodig. Gewoon een keer zitten en doorlezen. 2 uur, zo lang duurt het ongeveer. Als je dat doet, heb je een overzicht. Minstens alles een keer gezien. Maar als u dat zou gaan doen, dan raad ik u eens aan om heel goed te letten op de plaats en de tijd waar zich alles afspeelt. Want als je iets gaat vertellen en er een verhaal van maakt, ja, dat moet ergens gebeuren en in een bepaalde tijd. Dus ook het evangelie heeft een plaats en een tijd. Nou, dat weten we eigenlijk in grote lijnen. De plaats is Palestina, Israël zeggen we tegenwoordig, en de tijd is de eerste eeuw. Maar je kunt nog wel wat preciezer zijn. Als u het evangelie doorleest, dan zou u eigenlijk er een kaart bij moeten hebben. Ik heb hem hier op de muur. En volgen waar u bent. Als u in hoofdstuk 1 leest en 2 en 3 enzovoort. Waar ben je dan? En dan komt er iets heel opmerkelijks uit. Iets heel bijzonders. Daar. Die rode cirkel, dat is het gebied, dat noemen we Galilea. Het evangelie van Marcus begint te vertellen hoe Jezus leerlingen riep in Galilea aan het meer van Genezareth, dat ligt daar maar in die cirkel, en hoe hij daar rondtrok en van alles deed en zei en een heel enkele keer een kleine uitstap naar het noorden, naar het land van Tyrus en Sidon, zeg maar Libanon in onze tijd. En ook een heel enkele keer naar het oosten, naar het land van de Gerazenen, zoals Marcus het noemt. Maar eigenlijk alles daar in en rond Galilea. Daar begint hij. En het duurt tot hoofdstuk 8, voordat Jezus Galilea verlaat. En ik zei u al, 16 hoofdstukken. Dus de helft van het evangelie is in die cirkel daarboven. Hoofdstuk 1 tot en met 8, 26 is boven in het land. Dat stukje. Waar gaat hij dan naartoe in hoofdstuk 8? Hij gaat op reis, het staat er heel duidelijk. En hij gaat uiteindelijk naar beneden, naar het zuiden. Nou, die streep, die moet u niet letterlijk nemen, maar ik heb voor het gemak gewoon een rechte streep gekozen. Maar hij volgt eigenlijk ongeveer de loop van de Jordaan naar beneden. En hij gaat naar beneden, naar het zuiden, met een duidelijk doel. Jeruzalem. Daar gaat hij naartoe. Die reis naar het zuiden, naar Jeruzalem, duurt ongeveer 2,5 hoofdstuk. Hoofdstuk 8, het laatste stuk ervan, en dan 9 en 10. Zo lang duurt die reis. En dan het volgende gedeelte, dat is dus Jeruzalem daaronder. In de stad, in en om de stad. Vanaf hoofdstuk 11 is Jezus daar en hij gaat er eigenlijk niet meer weg. Hij blijft daar. De rest van het evangelie, tot het einde, dat is daaronder in Jeruzalem. Dat is bijzonder. Galilea, de reis naar Jeruzalem en Jeruzalem, meer niet. Heel bijzonder, die opbouw. En dan even de tijd. Hoe lang duurt dat eerste stuk? Wat denkt u? Daar in Galilea. En ik denk, eigenlijk moet ik niet vragen, wat denkt u? Maar wat schrijft Marcus? Als u het leest, dan zult u tevergeefs zoeken naar aanwijzingen. Want hij geeft ze gewoon niet. Dat eerste stuk, dat is een onbepaalde tijd. Er staat eigenlijk nooit hoe lang het duurt of welk jaar het is. Dat zegt hij gewoon niet. Niet dat er geen tijd is, maar hij gaat daar niet op in.
Hij doet wel iets anders met de tijd. En dat zullen we ook zien. En dat is ook de reden waarom dat hij het niet hoeft te zeggen. Moet u nog even bewaren, dat komt. Maar dat eerste deel van het evangelie, de eerste helft, heeft geen duidelijke tijd. Dat tweede stukje, dat duurt ongeveer 6 weken. Omdat hij dat af en toe aangeeft waar hij is. Ongeveer 6 weken. Reis naar het zuiden. Dat betekent niet dat ze in 1 keer doorgaan. Ze maken stops en blijven soms even en dan gaan ze weer door. En zo gaat dat. Ze stoppen met name bijvoorbeeld in Galilea. Want ze beginnen boven in Galilea en dan gaan ze naar beneden. Ze stoppen even bij de berg Tabor. Dan blijven ze even. Dan gaan ze weer verder. Maar daar staat wel iets van tijd bij. Ongeveer 6 weken. En dan dat laatste stuk. En dat is hoofdstuk 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 hoofdstukken. En hoe lang duurt dat? 1 week. En ik heb dat hier niet ingezet, maar weet u wat zo bijzonder is? Van die 6 hoofdstukken, de 2 langste hoofdstukken, hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15, duren samen 1 dag. 1 dag. Dus wat je ziet in het evangelie is dat qua plaats alles toeloopt naar Jeruzalem. En qua tijd alles toeloopt naar die laatste dagen van Jezus. Daar gebeurt iets wat een ongelooflijke betekenis heeft. En dat kleurt de boodschap van Marcus. Daar wil hij het over hebben. Wie Jezus werkelijk is, nou, dat is daar onmiskenbaar te zien. En daar werkt hij dus naartoe. Ik denk dat ik dit moment aangrijp om even een pauze te maken. U hebt nou een beetje wat gegevens gehoord over het evangelie. Straks nog een paar kleine dingen en dan gaan we gewoon lezen. Dat is de bedoeling. Nicole zal even u uitleggen hoe we de pauze gaan doen. We hernemen onze kennismaking met het evangelie van Marcus. We hebben een paar dingen gezien. In het algemeen is het evangelie een vertelling over Jezus met een doel. Daarvoor worden feiten gebruikt en in een bepaalde volgorde gezet. Dat doet elk evangelist, ook Marcus. Bijzonder bij Marcus is zijn opbouw, qua plaats, qua tijd. Maar er is meer aan de hand. Als je het evangelie gaat lezen, dan zie je een merkwaardig dingetje. Vaak wordt de nadruk erop gelegd dat de leerlingen niet mogen zeggen wie Jezus is. Of ik zeg het fout. De mensen die door Jezus genezen worden, mogen niet zeggen wie hij is. Of soms wordt er een onreine geest uitgedreven, zo staat er, en die mag niks zeggen. Dat is vreemd. Dat is een paar maal heel nadrukkelijk dat de mensen die het weten, die mogen niet zeggen wie hij is. En er komt dan ook bij dat de leerlingen die door Jezus zelf geroepen worden, af en toe, het is alsof ze niets begrijpen. Een keer, dat is al een beetje verderop in het evangelie, hoofdstuk 4, dan is hij met zijn leerlingen in een boot. Het stormt en het komt allemaal goed, maar op het einde vragen de leerlingen zichzelf af, wie is hij toch? Dat zelfs wind en water hem gehoorzamen. Alsof ze het niet weten. En dat komt nog een paar keer. Vreemd. De mensen die het weten mogen het niet zeggen. En de mensen die altijd bij hem zijn en het zouden moeten weten, die weten het niet. Dat is heel bijzonder. En dan nog iets. Soms zegt Jezus iets en dan vraag je af, hoe kan dat? Wat gebeurt hier?
Om een voorbeeld dat me nu te binnen schiet. In hoofdstuk 11 is hij met zijn leerlingen onderweg en dan komen ze bij een vijgenboom. En dan wil Jezus kijken, zijn er wat vijgen, want hij wil wat eten. Maar zijn er niet. Begint hij tegen de boom te praten en hij vervloekt hem. Het is toch vreemd. Er gebeuren een aantal dingen, Jezus zegt een aantal dingen, die zijn heel vreemd, heel opmerkelijk. En dat is precies het goede woord, ze zijn opmerkelijk, want wij moeten ze opmerken. De evangelist bedoelt daar iets mee. Dat is zijn manier om onze aandacht erbij te trekken. En dat doet Marcus meesterlijk. Hij is daar echt heel bekwaam in om de aandacht van u en van mij, als we lezen, vast te houden en ons steeds dieper in het evangelie te trekken. Dat zullen we gaan merken. En dat is geen toeval dus. Sterker nog, het evangelie is met opzet zo geschreven dat de lezer, waar en wanneer ook, dat maakt niet uit, welke plaats en welke tijd, maakt niet uit, maar dat elke lezer aangesproken wordt, als het ware erin getrokken wordt. En dat doet Marcus heel vernuftig, heel bekwaam. En dat zullen we aan het begin al merken. Als we de eerste verzen lezen, ga je dat al merken. Dus er zitten bijzonderheden in zijn vertelling over Jezus, dat weten al als je het één keer doorleest, een overblik hebt, overzicht hebt, dat is iets om de aandacht bij te houden. Wat gebeurt er? Het is niet iets wat je zo leest en dan opzij legt, nee, aandacht. En de evangelist Marcus rekent erop, als we lezen, dat we aandachtig zijn. En dat we bij wijze van spreken, in ik noem maar wat, hoofdstuk 12, nog weten wat er in hoofdstuk 3 stond. Want het hoort bij elkaar. En daar rekent hij op onze aandacht. En dat verdient hij ook. Dus we gaan aandachtig lezen. Deze dia is een beetje complex, maar toch niet ingewikkeld. Hoe vertel je een verhaal? Dat is een kunst. Het blauwe stukje, dat is de tekst. En dat is, laat ik maar zeggen, het boek. Dat kun je in de hand houden. Maar Marcus, die dit stuk geschreven heeft van de Bijbel, die is hier niet. Die kan ik niet pakken. Dit kan ik pakken. En Marcus, die schreef het voor ons, maar hij kon ons niet zien. Hij wist niets van coronatijd, hij wist niet dat u en ik vanavond hier zouden zijn. Dat wist hij niet. Hij had alleen maar zijn pen en een stuk papyrus. En dat stuk, papyrus en pen, dat is wat we eigenlijk nog hebben, dat is de tekst. Maar in die tekst heeft hij iets van zichzelf erin gelegd. Ze noemen dat geïmpliceerd, zit erin. Maar hij richt zich, wie we ook zijn, in welke plaats of tijd ook, hij richt zich tot zijn lezers. Die trekt hij er als het ware ook in. Daar doet hij iets mee. Sommige dingen zijn bestemd voor de lezers. Buiten die tekst heb je aan de linkerkant de schrijver en rechts de lezer. Dat zijn wij en dat is Marcus. En hoe komen die bij elkaar? Hoe komt Marcus bij ons? Door het evangelie. En ik zeg nu wel Marcus, maar ik bedoel eigenlijk de evangelist. De mens die geïnspireerd door de Heilige Geest dit geschreven heeft. Hoe komt dat bij ons? Nou, door de tekst. En er is een hele wetenschap ontstaan over hoe je een tekst moet analyseren, uitleggen, uit elkaar pluizen om te zien hoe de verteller een boodschap doorgeeft aan de lezer. Dat is een hele
echte, ja, bestaande wetenschap. Ze noemen het narratologie. Iets daarvan gaan we gebruiken als we het Marcus lezen. En het gaat niet om die wetenschap, maar het gaat gewoon erom dat wij goed lezen. En dan kunnen we best de inzichten die anderen ontdekt hebben, gebruiken. Dat zullen we dus ook doen. Vandaar dit kleine stukje. Eén ding vooraf, Eén van de middelen, dat geldt voor een spreker, maar het geldt ook voor een schrijver. Eén van de middelen die je hebt om iets duidelijk te maken aan iemand die er niet is, de lezer die het straks moet lezen, dat is herhaling. Als je iets twee keer zegt, ja, dan weet de lezer, nou, dit is belangrijk. Dat helpt dus. Maar je kunt op verschillende manieren iets herhalen. Je kunt het gewoon twee keer achter elkaar zetten. Dat is het simpelste. Soms doet Jezus dat zelf. U kent vast wel die uitspraak van hem, want die gebruikt hij vaak. Waarlijk, waarlijk, zegt hij dan twee keer. En dan komt iets. Hij herhaalt zichzelf om de nadruk erop te leggen. Dit is waar, neem het maar aan voor waar. Waarlijk, waarlijk, ik zeg u. Marcus heeft zijn eigen manier om iets te herhalen. En daar moet je even aan wennen. Maar zodra als we het tegenkomen, zal ik het aanwijzen. En als u het één keer ziet, vergeet u het nooit meer. Dat beloof ik u. En dat doet het heel goed. Maar dat is een van de dingen die een verteller heeft, in de hand heeft, om iets door te geven aan de lezers die hij niet voor zich ziet. Dat doet hij dus. Hij verhaalt dingen, hij verdubbelt dingen. Ik ga niet alles doen, want het is te veel, we komen er vanzelf bij uit. Maar kijk dus naar de eerste, hoofdstuk 8, vers 22 tot 26. Als u het zou opzoeken, wat ziet u dan? Dan komt een blinde bij Jezus. En Jezus geneest die. En dan in hoofdstuk 10, vers 46 tot 52, helemaal op het einde van hoofdstuk 10, is weer een blinde. Die komt bij Jezus, het gebeurt in Jericho, en die wordt ook genezen. En dat zijn de enige twee blinden in het hele evangelie. Er wordt vaak gezegd dat mensen met allerlei ziekten en kwalen bij Jezus worden gebracht. Maar er is maar twee keer een blinde. Dat zijn deze twee. Nou, so what, zul je zeggen. Ja, maar kijk dan eens goed waar Marcus dat vertelt, dat er een blinde bij Jezus komt. Daar, in hoofdstuk 8... Dat is precies het moment dat Jezus besluit naar het zuiden te gaan, naar Jeruzalem. Dat hij met zijn reis begint. Dat volgt hier onmiddellijk op. En die laatste, die tweede genezing van de blinde, wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt precies voordat hij Jeruzalem binnenstapt. Het volgende vers is al in Jeruzalem. Met andere woorden, de reis naar Jeruzalem, die begint met een blinde en die eindigt met een blinde. En dat is geen toeval. Die eerste blinde genezing gaat een beetje moeizaam, lijkt vreemd. Die tweede, in de handomdraai. Het heeft een betekenis. Onderweg naar Jeruzalem spreekt Jezus met zijn leerlingen over van alles en nog wat. Alles wat voor een leerling van belangrijk is. Alles wat belangrijk is voor een mens die zegt, ik wil jou volgen. Ik verbind mijn leven met jou. Dan moet je weten wat het inhoudt. Nou, daar praat Jezus over, onderweg. Voor en na die reis staat een blinde.
wat Marcus aangeeft, en we zullen er later nog op terugkomen hoor, maar ik geef u een voorproefje. Dat is, die leerlingen met wie hij spreekt, die zagen wel iets in het begin, maar niet zo helder. Maar op het einde, dan zien ze het. Blindheid was niet alleen die twee mensen, maar hij kan het gebruiken om iets te zeggen over de leerlingen. Die moeite hadden om te zien wie Jezus werkelijk is. En daarvoor gebruikt hij dus twee wonderen die echt gebeurd zijn. Anderen vertellen het ook. Maar hij zet ze aan het begin en het einde van de reis, want daarmee maakt hij iets duidelijk. Dat is zijn synthese. Zo bouwt hij het op. En dat doet hij vaak. Soms over twee of drie hoofdstukken uitgespreid en soms in één stukje tekst al. Hij kan het op verschillende manieren. We gaan dit nog in detail zien. Maar nu is het wel tijd om eens gewoon te lezen. Daarvoor ga ik even kijken. Ja. Naar het begin van het evangelie. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel bij u heeft. Als u die niet heeft, heb ik voor een nood hier de website van de KBS, de Katholieke Bijbelstichting, rkbijbel.nl. Daar staat de complete tekst ook, kunt u ook lezen. En die gebruik ik maar even voor het gemak. Het evangelie begint dus met vers 1. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is vers 1, maar het is eigenlijk geen zin. Daar zit niet eens een werkwoord in. Er gebeurt niks. Niemand doet wat. Het zijn alleen maar woorden die achter elkaar staan. Iedere keer met van ertussen. Begin van de blijde boodschap, van Jezus Christus, de Zoon van God. Er zit geen werkwoord in. Eigenlijk is het ook geen zin. Dit is, de beste manier om het aan te duiden is, het is een titel. Het is een titel die vooraan het boek staat. En een goede titel, die beschrijft wat er komt. Die geeft je een indruk van wat er komt. Nou, dat doet deze titel. Blijde boodschap staat er. Jezus Christus, Zoon van God. Waar komt het woordje Christus nog een keer voor in het evangelie? We zitten hier hoofdstuk 1 vers 1 en in het eerste vers staat al dat Jezus Christus is. Hoe lang moeten we nog doorlezen in Marcus voordat we dat de tweede keer vinden? Dat duurt echt lang. En dat is in hoofdstuk 8, vers 29. Helemaal aan het begin van de reis naar Jeruzalem vraagt Jezus: en wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die zegt: gij zijt de Christus. Dat is de eerste keer dat de leerlingen het zeggen. En ook de eerste keer sinds het genoemd werd in de titel. En dan ben je al halverwege. Hij is ook Zoon van God, staat er. Jezus is niet alleen Christus, maar ook Zoon van God. Waar staat dat in het evangelie? Waar kom je dat tegen? Dat iemand dat heel bewust zegt: jij bent de Zoon van God. Dat duurt heel lang. Ik heb al gezegd, die mensen die genezen zijn, die het weten, die mogen het niet zeggen. Maar wanneer zegt iemand het met volle bewustzijn dat iedereen het kan horen? Heel lang.
helemaal aan het einde. Op de berg, Golgotha. En het is niet eens een leerling die het zegt. Het is een Romeinse soldaat, een hoofdman, die erbij staat. En die zegt, hoofdstuk 15, even kijken. Vers 39, de 100 man die tegenover hem post had gevat en zag dat hij onder zulke omstandigheden de geest had gegeven, riep uit, waarlijk, deze mens was een zoon van God. Dus praktisch het einde van het evangelie, als Jezus sterft aan het kruis. Maar ziet u hoe goed deze titel is opgebouwd? In het evangelie vertelt Marcus dat Jezus de Christus is, de gezalfde. En dat hij de zoon van God is. Nou, dat Christus, dat duurt tot de helft. En dat hij de zoon van God is, dat komt op het einde. Dan heb je het hele evangelie. En het zit al in het eerste vers. Het is echt een goede titel waar hij de kern mee pakt. Het gaat over een persoon, Jezus. Er zijn twee dingen, zegt Marcus aan het begin bij de titel, die je moet weten. Hij is de Messias, dat wil zeggen de Christus. En hij is de Zoon van God. Daarover gaat het evangelie. Dat is de titel. Het is dus geen zin, gebeurt niks. Het is een mededeling. Hier gaat het over. Maar ik blijf toch nog even staan bij dat allereerste woordje. Begin. Als je gaat schrijven, er is altijd een eerste woord, maar hij kiest wel heel bewust het woordje begin. En dat doet hij, omdat hij ergens aan denkt. En dat kun je eigenlijk, als je wat meer leest in de Bijbel, misschien wel raden. Ik hoor het al, Genesis. De hele Bijbel begint in Genesis, in hoofdstuk 1, vers 1, hiermee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin. Daar kwam uit niets alles. Een ongelooflijke gebeurtenis. Wat nu gaat gebeuren, dat is ook zoiets. Hij gaat iets vertellen wat minstens even groot is als de schepping. Hij gaat het hebben over een nieuw begin. Er is iets met die schepping aan de hand, namelijk. Dat zegt hij nog niet, maar daar komen we wel achter. En trouwens, dat is het enige wat hij niet echt hoeft te schrijven, want dat is de ervaring van alle mensen, van alle plaatsen en tijden, dat er met deze wereld wel iets aan de hand is. Dat het niet goed lukt bij mensen om goed samen te leven. Er is iets aan de hand. Er is een begin, maar met Jezus komt een nieuw begin. Er was een schepping en nu komt er een herschepping. Dat is wat Marcus probeert voorzichtig aan te duiden. Een beetje verderop, in vers 13 van dit eerste hoofdstuk, kom ik er hierop terug. Maar dat zit al in dat eerste woord, begin. En dan het tweede woord, bij ons vertaald met dubbele woorden, blijde boodschap. Er staat in het Grieks één woord, euangelion. Wij vertalen evangelie. En dat vertalen wij met twee woorden, blijde boodschap. Eu in het Grieks betekent goed. En angelion betekent boodschap. Het is een goede boodschap. Goed nieuws. Blijde boodschap. Dat is het. Marcus zegt, ik heb goed nieuws. Ontzettend goed nieuws. Ga ik jullie vertellen.
Dat woord, evangelie, waar komt het vandaan? Want als wij tegen elkaar zeggen evangelie, dan bedoelen we dit. Marcus, Matthäus, Lucas, Johannes, dat is wat we bedoelen. Als wij het woord evangelie gebruiken, dan is het één van deze vier. Maar toen hij begon te schrijven, waren ze er nog niet. Waar komt dan het woord vandaan? Het woord bestond al. Voordat de evangelies geschreven werden, bestond het woord evangelie al. En Marcus gebruikt het. Eigenlijk is het een heel oud woord. Als je je erin verdiept en je gaat woordenboeken van historisch Grieks bekijken, dan zie je dat dit woord, dit kwam al voor 800 jaar voor Christus. We hebben oude handschriften uit die tijd, of afschriften van boeken uit die tijd, waar het woord al gebruikt wordt. En wat betekende het dan? Simpel gezegd dit. Het oude Griekse woord euangelion betekende een officieel bericht dat heel goed was. Bijvoorbeeld, de koning heeft een zoontje gekregen. Wilt u zeggen, nou, dat is fijn voor de koning, maar wat heeft het land daaraan? Nou, als die een opvolger heeft, dan zal er wel geen oorlog komen tussen diegenen die dan op moeten volgen, want dan is er al een opvolger. Dan hebben we dus geen oorlog. En dat is goed nieuws. Dus de geboorte van de zoon van de koning, dat was een euangelion, dat was goed nieuws. Of een ander voorbeeld wat ook echt voorkomt in de oude geschriften. In Griekenland in de 5e eeuw voor Christus werd een geweldige veldslag uitgevochten tussen de legers uit het oosten van Xerxes en Darius en de Griekse legers. En dat gebeurde bij een plaatsje in Marathon. En dat lag een heel stukje van de stad Athene af. En die veldslag, die hebben de Grieken gewonnen. Maar dat wist niemand in de stad. Dus moest iemand te voet naar Athene rennen om die boodschap te brengen. Daar komt onze marathon vandaan. En wat moest hij dan zeggen? Euangelion, ik heb goed nieuws. We hebben gewonnen. Er is een overwinning. Dus dat woordje euangelion, dat betekende, het had gewoon een profane betekenis, goed nieuws. Dat is het woord dat Marcus kiest als hij het over Jezus wil hebben. Jezus is goed nieuws. Daar is echt ongelooflijk goed nieuws en dat hangt samen met hem, met Jezus. Straks zullen we zien dat Marcus eigenlijk al een beetje aanduidt dat er een overwinning behaald is. Misschien, ik ga gewoon even al een beetje verder, dat zal ik wel eens vaker doen, dan spring ik een beetje vooruit. En dan vers 12 en 13. Jezus in de woestijn. 13, 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten. Hij wordt op de proef gesteld door de Satan, de duivel. Wie wint? Jezus wint. Er is een overwinning. Het kwaad wordt overwonnen. Dat is het goede nieuws. En dan staat er, hij verbleef bij de wilde dieren. Dat is een beetje vreemd, maar het is de manier van Marcus om te zeggen, zoals het was in het begin, toen alles nog goed was, toen de eerste mens aan de dieren een naam kon geven en bij de dieren was, gewoon, nog wat wij zouden zeggen nu voor de zondeval, die situatie, de goede
van het goede begin, is hersteld. Ook Jezus verblijft bij de wilde dieren, zoals helemaal aan het begin Adam. En de engelen dienden hem, bewezen hun diensten. De situatie die er vroeger bestond in het paradijs, voor de zondeval, die is weer terug. Dat is het goede nieuws. Hij heeft gewonnen. Hij heeft met het kwaad gestreden en gewonnen. Hoe? Ja, dat gaat hij vertellen in het evangelie. Maar dat is de boodschap. En hij kiest dus daar het woord evangelie voor. Dus een belangrijk woord, evangelie. Die overwinning is niet zomaar een vaag verhaal. Hij is heel persoonlijk. Hij, deze man, genaamd Jezus, die heeft gewonnen. Het gaat om hem. En dit evangelie schrijft Marcus zodat je hem leert kennen. Dat is de bedoeling. En er zijn dus twee dingen die hij over Jezus wil zeggen. Hij is Christus en hij is Zoon van God. Christus is een Grieks woord. En u hebt allemaal een achternaam. Dat hebben we te danken aan de Franse Revolutie. Die hebben dat toen ingevoerd, de Fransen. Wij noemen Jezus Christus. Maar dan lijkt het wel of het een achternaam van Jezus is, maar dat is het niet. Hij heet Jezus. En Christus is een titel. Maar die is zo eigen aan Jezus, dat we hem normaal zo noemen. Jezus Christus. Letterlijk moet je zeggen, Jezus de Christus. Hij is de Messias, de gezalfde. En dat woord, Christus, is dus de vertaling van een oud woord uit het Oude Testament. En dat gaat terug op het verhaal wat je kunt lezen in het boek Samuel, dat koning David een tempel wilde bouwen in Jeruzalem. Want hij had gewonnen door de hulp van God. Hij was nu koning, hij had zelfs een nieuwe hoofdstad, Jeruzalem. Hij was heel dankbaar. Maar de ark van God, de ark van het verbond, die stond in een tent. En hij woonde in een paleis. Ja, dat kon niet. Dus er moest een tempel komen. En dat is zijn plan. Kondigt hij aan, ga een tempel bouwen. Nou, iedereen zegt, nou, goed idee, David. Maar de volgende dag komt een profeet naar David. En die komt niet uit zichzelf. God heeft gesproken. En die profeet geeft het door. Die profeet heet Nathan. En die zegt, David, je hoeft God niet te beloven om een huis te bouwen. Het is andersom. God belooft aan jou dat hij een huis bouwt voor jou. Een koninklijk huis. Niet alleen een huis van stenen, maar een koninklijk geslacht. En er zal een nakomeling zijn van jou op de troon altijd. Er zal een koning komen en God zal voor hem als vader zijn. Samuel, u kunt het nalezen. Dat is de belofte die de profeet namens God aan koning David doet. Eentje uit jouw geslacht zal koning zijn, voor altijd. Dan moet je weten, onze koning, we hebben er een, die wordt koning doordat hij gekroond wordt. Hij krijgt de koningskroon. Maar David in Israël, die droeg geen kroon. Een koning werd gezalfd met olie op zijn hoofd. Dat was het teken dat hij koning was. En David is dus gezalfd. En degene die komt, wordt ook zo genoemd. De gezalfde. Oftewel in het Hebreeuws, Mashiach. Wij zeggen Messias. Gezalfde. Vertaald in het Grieks, Christus. Deze Jezus, dat is degene waar de profeet Nathan over sprak. Toen die David sprak over de tempel. Dit is hem.
Dit is de Christus die God beloofd heeft, zo lang geleden. Dit is hem. Dat is de eerste. En dus zoon van God, het tweede. Niet in een algemene zin, hè, zoals wij allemaal kinderen van God zijn, aangenomen. Nee, specifiek. Van God zelf. Zoon van God. U ziet, dat eerste vers, ook al is het geen zin, is heel geladen. Diepe betekenis. Na de titel begint het. Hoe? Met het woord van God. Dat maakt Marcus heel duidelijk. Wat ik jullie te vertellen heb, dat komt niet van mij. Het is ook niet bij mij begonnen. Het is iets wat uiteindelijk van God komt. En je zegt, je kunt het lezen in het Oude Testament. Daar wordt het aangekondigd. En dan citeert hij, daar begint hij mee, een woord van God. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Dat zijn woorden uit de profeet Jesaja. Als ik eerlijk ben, eigenlijk is het een combinatie van woorden uit de profeet Jesaja en van woorden uit Exodus, als God een weg baant voor zijn volk door de woestijn. En daar zitten ook nog een paar woorden in van de profeet Maleachi, die het volk oproept om terug te gaan naar Jeruzalem. Marcus zegt, nee, het komt van de profeten, van de mannen van God. Het gaat hier niet om waar het letterlijk precies staat. Wat Marcus wil zeggen is, dit evangelie, dit goede nieuws, is begonnen bij God. Die heeft een plan. Al heel lang. En dat gaat nu in vervulling. Wat is de kern van die woorden van God? Dus vers 2 en 3. Dit is vers 2 en dit is vers 3. Wat is de kern? De kern, die kun je vaak vinden als je kijkt naar het woord dat het meest voorkomt. Welk woord komt in vers 2 en 3 het meeste voor? Wat denkt u? Je kunt tellen. Weg. Weg of pad, paden, dat is hetzelfde. Komt er 3 keer in voor. Dus het plan van God heeft te maken met een weg. God heeft een route uitgestippeld. Dit moet er gebeuren. En iemand moet die weg gaan lopen. God spreekt tot iemand. Wie? Ja, ik zend mijn bode voor u. Wie is die u? Dat weten we niet. Maar iemand wordt door God aangesproken. Jij moet op pad gaan. En ik zal de weg voorbereiden, zodat jouw wegen recht worden. God stippelt een route uit, een pad. En voordat diegene die op weg moet gaan begint, komt er eerst nog iemand vooraf, om het voor te bereiden. Die gaat vooruit. Dat staat er. Een weg moet worden afgelegd. Door de woestijn, door de wildernis. Dat moet gebeuren. Een weg. Het hele evangelie, maar dat kun je eigenlijk pas zeggen als je het helemaal gelezen hebt, maar toch, het hele evangelie is eigenlijk een weg, een route. En iemand heeft die afgelegd en die iemand is dus Jezus. Die heeft van God dit aangenomen, deze zending, deze opdracht, en hij heeft die route afgelegd. Dat is er gebeurd. En helemaal aan het begin van die route was er een voorloper, een boodschapper. En dat is, vers 4, Johannes de Doper. Dus voordat we weten wie door God wordt aangesproken, krijgen we eerst
de voorloper, Johannes de Doper. En dan wordt iets verteld over wat hij doet. En dan kom je vanzelf, na een tijdje, uit bij Jezus van Nazareth. Zo begint Marcus zijn evangelie. Het begint bij God. Het is een weg. En iemand gaat die weg volgen. Nu gaan we de avond een beetje afsluiten, maar weet u waar het werkelijk om gaat? Niet dat wij iets leren over de weg die God gaat en Jezus gaat, maar dat wij zelf die weg gaan volgen, gaan lopen. Dat is de bedoeling van het evangelie. Dat wij er zo door aangesproken worden, dat we merken, ik ga mee. Ik ga ook die weg volgen. Het evangelie is eigenlijk een routekaart voor ons, voor het leven. Om die weg mee te volgen. Wist u dat de oudste naam voor de leerlingen van Jezus, weet u wat die is, die naam? Dat staat in het boek van de Handelingen. En daar wordt inderdaad, ik ben te vroeg. Handelingen hoofdstuk 9 vers 2. Paulus die krijgt brieven om, zo staat er, alle aanhangers van de weg die hij zou vinden, mannen en vrouwen, gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren. Aanhangers van de weg. Paulus begint vlak na de hemelvaart en het uitstorten van de Heilige Geest. Zeg maar in het jaar 35, 36. Dan begint Paulus. Saulus heet hij dan nog. En dan worden ze genoemd, de leerlingen, aanhangers van de weg. Ze heten niet christenen, dat duurt nog een tijdje. Dat duurt nog een jaar of 15 voordat de leerlingen van Jezus christenen worden genoemd. In het begin heten ze aanhangers van de weg. Een weg wordt afgelegd. Nou, ik hoop dat u vanavond een klein beetje de smaak heeft om die weg te gaan. Want ik zal u vertellen, het is de meest boeiende reis die u kunt maken in je leven. En het lijkt kort, 16 hoofdstukken, maar in feite ben je er niet mee klaar. Nooit. Het is lang geleden geschreven, in een andere cultuur, en tegelijk is het actueel. Voor ons hier en nu. Voor onze weg door het leven. Een gids voor de weg door het leven. Dat is het evangelie. Zo kun je je leven verbinden met Christus. Ook al zie je hem niet met je ogen, ook al hoor je hem niet met je oren, je kunt je leven verbinden met hem. Daarvoor is het evangelie geschreven. Dat is de bedoeling. Nou, u begrijpt, deze serie is niet alleen maar bedoeld om u kennis te geven. Dat ook. Ik hoop dat u er iets van opsteekt. Maar het is evenzeer bedoeld om in staat te worden een antwoord te geven op het woord van God. Om zelf op weg te gaan. Want daarvoor is het uiteindelijk geschreven. Ik ga nu afronden. En zoals het al is aangekondigd aan het begin, dat is een goede gewoonte. En dat past ook echt bij wat we hier willen doen. Bij het evangelie lezen. Aan het einde van zo'n avond als deze willen we eindigen met gebed. En de leerlingen van Jezus in onze kerk hebben daarvoor een getijdengebed. Voor deze tijd van de dag, de complete. En die wil ik graag met u gaan bidden.